Pursuit van Rossignol. Voor de kennis, de Pursuitlijn bestaat al enige jaren en is eigenlijk altijd wel succesvol. Alleen de benaming is anders. Voorheen hadden we de 12, de 14, de 16 en zo liep dat op qua sportiviteit. Nou, nu hebben we te maken met een 400 en ik heb hier een 800. De 400 is echt, dat voel je meteen, een lichtgewicht ski. Uitgevoerd met carbon, dat maakt hem gewoon zo licht. En hij is 74 onder zijn voet. Zijn grotere, althans zijn sterkere broertje, de 800, heeft een titanalkern en is smaller onder de voet, is 71. Dat maakt dat deze ski nog directer op zijn kant is, nog grager wil carven. Dus als je wat rustiger aan doet en je wil een easy te handelen ski, ga je eerder naar deze. Dan denk je, ja hallo, ik wil gewoon lekker op zijn kant beuken, carven. Dan ga je meer naar deze ski. De punt van deze ski is vrij dominant, voor deze ook. Dat maakt dat hij snel oppakt, graag wil sturen. En ja, die zal je daar ook zeker dan bij helpen als je dat wil. Verder, een belangrijk detail is de lengte. Ik heb op beide skis net even een rondje geskiet. En het voelde allebei vrij kort aan. En ik ben zelf nogal lang. Maar in ieder geval, koop hem niet te kort. Want hij voelt gewoon vrij kort. Verder over de hele lengte een ABS sidewall. Bij deze ook. Dat geeft hem in ieder geval veel grip en vertrouwen op de kanten. En ja, je moet zelf erachter komen in welke categorie pas jij het best. En heb je een waanzinnig lekkere ski.